Hallo en welkom op mijn kanaal. Zoals beloofd, de flip-through van mijn Wizard Academy album van Ciaobella. En alle pagina's die en de buitenkant zoals die hier ligt, heb ik allemaal al filmpjes van gemaakt. Maar ik wilde jullie toch nog even één keer helemaal meenemen in het complete product. Dit is de voorkant met de mooie deluxe papier van Ciaobella, de zilver en de Halo paste. Ik weet dat het op camera eigenlijk minder goed uitkomt, maar joh, wat is dat toch fantastisch. En die achterkant ook, daar heb ik meerdere kleurtjes in gebruikt. Ja, ik hoop gewoon dat het te zien is, want ja, hij is zo mooi. Zeker op die zwarte achtergrond. Ja. Een huisje van Sampiria, gemaakt met resin, geverfd. Een beetje een ghost house van gemaakt. Ik zal jullie ook een beetje meenemen in mijn gedachtenwereld, in hoe ik de pagina's heb bedacht. Het is een Wizard Academy album, dus hij is een beetje bedoeld voor de Academy, voor de school. Dus nou, hier een pocket met twee kaartjes met zeg maar welkom op school. En dan hier de eerste pagina waar een aantal tags zitten. Deze komen uit het A4 Creative pad wat erbij zit. En dat pad zit echt boordevol van dit soort knipmogelijkheden. En daarnaast heb ik de 6x6 Fuzzy Cut gebruikt. En dan, nou, dan heb je echt mega veel. Ik leg hem even aan deze kant, want hij klapt in eerste instantie zo uit. Hier ook een pocket met kaartjes. De uil die natuurlijk de brief kon brengen. De hoed. Wel op tijd komen. En nou ja, als je wil zien hoe ik de pagina's heb gemaakt, dan moet je even naar mijn andere video's kijken. Per pagina heb ik één video gemaakt. Heel veel gebruik gemaakt van mixed media. Voor mij ook een heleboel dingen om te ontdekken, dus dat was echt heel erg leuk om te doen. De achterkant van de eerste pagina met een mooie vuurvogel en een flapje dat zo open gaat. Dat muisje dat net even voorbij piekt. Dan hier de tweede pagina met deze brief als sluitstuk. Believe in Magic en aan deze kant de Hocus Pocus en de Frog. Dan weer hier dat deluxe paper. En dan gaat hij zo open. En dan komt hier, nou hier heb ik ook Halo paste op gebruikt. Getamponeerd, geeft echt een geweldig mooi effect, de green. En dan komt hier echt een van de, nou, ik vind hem echt geweldig, de pagina's zoals die geworden zijn. Een beetje een soort de kast met alle potions en dat soort dingen erin. Dus vier kasten die naast elkaar waar alles in staat. En dat is dan mijn beeld erbij. Hè? Zo heb ik een beetje het bedacht. Nou, dan kun je hem hier weer mee sluiten. Hier heb ik zilververf gebruikt van Stamperia. Dan hebben we hier de achterkant van pagina 2. En die heeft een flapje. En dit zijn zeg maar alle boeken die je nodig hebt. Dus een beetje de library. Ik zal hem even zo doen, want anders is hij niet in beeld. Hier ook weer wat Halo paste achter gedaan. Wat gestenceld met inkt. Ook Halo paste. Wat zilver wax gebruikt op verschillende plekken. En zo sluit hij weer. Dat was pagina 2. Dan hebben we hier pagina 3. Een pagina met allemaal pockets. Hier mooi een pocket in. Hier een pocket. En hier een grote pocket. Hier zit weer van die zilverpapier achter. Time to make magic happen. En dit zijn zeg maar je oude schatkaart. Dus iemand die Harry Potter films kent, die weet precies waar dit vandaan komt. Ik heb hem in stukjes gesneden, lekker oud gemaakt. En dan zit hij hier achter. Dan de achterkant van deze pagina is een waterval. Een waterval met allemaal onderdelen van de lessen. Dus hier heb je de huizen, de weg is weg. En dit raampje kan open met een uitzicht op een kasteel. Dan is dit je studeerkamer.
je stapel met boeken, je kast met alle potions en je voorraadkast met veren, bezems, hoeden en toverstafjes en hier je dieren. En zo gaat hij ook weer mooi terug. Dan hebben we hier de laatste pagina die vorige week online is gekomen. Dit is een soort flip. Kijk. En dan zit hier ook nog een pocket in. En aan de achterkant je twee lesboeken. Zitten hier mooi tussen, weer achter de Daily News. Lesboeken gevuld met onderdelen waar je mee aan de slag moet. En deze ook. Een beetje je spelboek en je potionboek, hoe de recepten zijn. En die zitten hier mooi tussen. Nou, zoals je ziet heb ik hier ook weer Halo Paste gebruikt en wat zilverwax om het wat oud te laten lijken. En als laatste hebben we hier aan de achterkant nog een mooie flip met You Cast a Spell on Me. Dus dit is mijn Wizard Academy album. Ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien. Als dat zo is, geef deze video een duimpje. Oeh, ik kan bijna niet meer praten. En wil je weten hoe ik het gemaakt heb, dan kun je de andere video's bekijken. De basis van het boekje zoals ik dat gemaakt heb, komt van Jack Scraps. Ik zal haar ook linken hieronder. Zij had een babyalbum gemaakt in een iets groter formaat. Ik heb hier een wat kleiner formaat gebruikt. Dus, we zien elkaar de volgende keer weer. Doei!